Welkom in het stadion van de Gunners, de mooiste club van Londen, Arsenal natuurlijk. Waarom? Nou, niet voor Adebayor, niet voor Arjavin en ook niet voor Robin van Persie, maar voor FIFA 10 natuurlijk. Nog nooit konden we een FIFA-game zo vroeg spelen als dit jaar. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat FIFA 09 vorig jaar simpelweg de beste voetbalgame was. En EA weet dat. Die heeft zoiets van, fuck it, we laten die game gewoon zien. Sterker nog, we laten die game ook gewoon spelen, ook al is die game nog lang niet af. Maar we laten in ieder geval al wel duidelijk zien wat we willen doorvoeren. En dat is eigenlijk niet eens zo heel veel, maar het zijn wel precies die dingen waarvan je denkt van, ja, dat was kut aan FIFA 09. Bijvoorbeeld aannames in de game. In FIFA 09 ging dat meestal op de mooiste manier en niet op de meest praktische manier. Veel aannames gingen door de lucht op de borst. En nu zal een speler eerder geneigd zijn om die bal gewoon te laten vallen en hem op de voet aan te nemen. Een andere verbetering die ze willen gaan doorvoeren is de balsnelheid. En nou ergerde ik me daar niet eens zo heel erg aan in FIFA 09, maar toch was het wel opvallend dat de spelers heel erg snel waren. Maar wanneer je een paas gaf, zeker met je verdedigers van de ene kant naar de andere kant, een crosspaas, dat eigenlijk een eeuwigheid leek te duren. Nou, dat hebben ze veranderd. Als je nu met je back naar de andere back paast, een crosspaas dus, dan duurt dat ongeveer 1,5 seconde. En in FIFA 09 was dat 3,5 seconde. Dus dat geeft wel aan hoe snel die bal nu gaat. Dribbelen blijft een belangrijk punt in een voetbalgame. En FIFA 10 die gaat dat net iets meer uitbreiden ten opzichte van FIFA 09 natuurlijk. Ze moeten verbeteren. En FIFA 10 heeft een soort nieuw dribbelingssysteem. Je kan 360 graden dribbelen. Ja, wat houdt dat in? In FIFA 09 kon je eigenlijk 8 hoeken aannemen wanneer je jezelf beweegde over het veld. En in FIFA 10... Ja, ik wil niet zeggen dat je 360 hoeken hebt, maar je hebt in ieder geval wel veel meer keuze. En het leuke is dat je dus als verdediger veel meer moet gaan opletten van naar welke hoek gaat hij precies. Het is niet meer 1 van de 8, maar het is, laten we zeggen, 1 van de 200. En daardoor kan FIFA 10 best wel uitdagend worden. Maar aan de andere kant kan ik me ook best wel gaan voorstellen dat het niet helemaal lekker gaat werken. Zeker als je het online kijkt, dat wordt misschien technisch heel erg lastig. Maar we zullen het zien. Dat waren een beetje de technische punten. Het eerste wat bij mij eigenlijk opviel en waar ik eigenlijk meteen van uit mijn dak ging, was het feit dat er eindelijk weer een trainingsmodus in FIFA komt. Het laadscherm wat we uit de vorige delen al kenden, dat wordt helemaal aangepakt. Je kan namelijk niet alleen meer goaltjes maken en vrije trappen nemen. Nee, je kan straks ook corners nemen. Je kunt 1-tegen-1 situaties gaan uitvoeren. Dus eindelijk weer een plek waar je gewoon lekker kunt oefenen en lekker kunt lopen gaan kutten. Iets anders wat me meteen opviel bij FIFA 10 is het feit dat er iets minder tussenfilmpjes gepropt zijn in de wedstrijd. En ik denk dat heel veel mensen dat wel tof vinden, want het haalde toch wel een beetje de vaart uit de game. Een scheidsrechter zal bovendien niet meteen een kaart gaan geven. In FIFA 09 was dat wel zo. Je had altijd of een gele kaart of een rode kaart. En zelfs nadat het spel gewoon verder was gegaan bij een voordeelsituatie, kreeg je alsnog die kaart. In FIFA 10 hebben ze dat een beetje uitgebalanceerd. Je zult eerder een waarschuwing krijgen en die telt hij natuurlijk bij elkaar op. Als je 2 keer een waarschuwing hebt gehad, dan is het sowieso een kaart. Maar dat maakt het toch wel iets realistischer dan FIFA 09. Tot zover FIFA 10. Ik weet het, het was kort maar krachtig. Het smaakt naar meer. Er komt waarschijnlijk ook veel meer. En zodra dat is, dan hoor je dat natuurlijk van me. Tot de volgende keer.